Hey kijkers van de Gamer Games en welkom bij deze nieuwe GTA 4 video. En je zult wel denken van, Niels, waarom sta jij hier? Nou, want wij hadden nog op de achtergrond een date van een of andere French Tom of zo. Weet ik veel, ik weet niet eens wie het is. En die schijnt hier binnen te zitten. Dus ja, ik dacht, ik ga daar eens even een kijkje nemen. Nou, waar ben je dan? Hoe ziet die gast eruit? Oh, is dat hem? Hey, are you my date? Hey, ja. Thank God. You never know who's going to turn up when you've met someone online. Yeah, all sorts of sickos can use the internet. You have to be careful. I'm Nico. So, Nico, what do you do? I do a lot of things. What's your job? 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 Everyone's talking about this job guy. Serieus, we moeten hem... Oh, nu snap ik het pas. We moeten hem killen. What type of man do you want to meet? Oké. We moeten wel oppassen hoor, want anders dan... Runs Hercules and Maisonette 9? I'll tell you a secret. He pretends to have the dollars, but he is broke as... Do you want to go? Ik ga het nu doen. I'm not that easy, sweetie. Ik ga het nu doen. What the fuck? Oh, nee. Kom op, ga dood. Wow, ik was echt even geconcentreerd hoor. Holy shit. Nee. Ga weg hier. Lose your wanted level. Weggaan. Ik heb mijn timer niet eens aangezet. Maar het zal waarschijnlijk niet nodig zijn. Want dit wordt toch een hele korte aflevering denk ik. Want als we deze mensen kwijt zijn, dan is dat klaar denk ik. Dus ik ga even kijken hoe wij dat even kunnen oplossen zo. En hoppa. Nou, dat was eigenlijk best wel snel. We moesten hem alleen maar neerschieten en nu even die politie kwijtraken en we zijn dan klaar. Dus een korte aflevering vandaag. Dat vind ik ook wel eens fijn hoor. Makkelijk voor mij. Oh. Ja, even kijken. Zo. Oh ja, en dit wordt waarschijnlijk ook de laatste aflevering op maandag. Want vanaf volgende week maandag moet ik ook weer buiten gaan tennissen. En dan wordt het nogal erg druk op de maandag. Want ik ben het 7e uit van school. En dan moet ik daarna ook nog eens gaan tennissen. En ik heb ook nog huiswerk. Dus ik denk, wow, zoveel geld. Dat is mooi. Dat is zeker heel mooi. Weet je wat, dan praat ik gewoon nog even verder. Waar had ik het nou over? Want ik ben dus maandag het 7e uit en daarna nog tennissen en nog eens huiswerk bovenop. Dat wordt nogal een beetje druk op de maandag, vind ik zelf. En ik hoop dat jullie daar ook veel begrip voor hebben, want ja, het gaat me gewoon echt niet lukken dan op de maandag om dan nog een video te uploaden. En dat vind ik zelf ook echt heel jammer. Maar ja, het is niet anders. En ik wil niet weer politie achter me aankrijgen. Dus pas op. Zo. Goed zo. Dus ja, helaas. Het zit er niet anders. Ja, het is gewoon zo. Ik kan er echt niks aan doen. Het is nou eenmaal zo. En ik denk, ja, ik kan misschien kijken om het dan op een andere dag te doen. Maar dinsdag, die wil ik graag vrij houden voor misschien is een andere video of zo, dus dat daar geen vaste serie op komt. En ja, woensdag blijft hij gewoon doorgaan en op vrijdag natuurlijk ook. Dus het is gewoon nog woensdag en vrijdag GTA 4. Maar niet meer op de maandag. En die komt ook niet op de dinsdag, dat weet ik nu ook wel zeker. En op de donderdag kan ik ook niet, want dan ben ik het 8e uit, dat is nog later. Dan ben ik pas heel laat thuis. En als je dan nog eens huiswerk hebt, nou, dan wordt het ook heel erg krap. Dus donderdag gaat niet lukken. Dinsdag liever niet. Dus ja, dan zit er echt niks anders op om de maandag gewoon te schrappen. En hem dan ook gewoon niet in te halen. Helaas, ik kan er niks anders van maken, denk ik. Maar ik zal er nog een update video van maken. En dan leg ik het jullie allemaal nog even uit. Dus stel dat het nog verandert, ik weet het niet. Dan horen jullie het nog wel. Maar ik denk dat dit het wel gewoon wordt. Gewoon. Ja, weet je. Ik ga het zo doen. Ja, ik denk dat ik het weet.
Ik doe gewoon maandag geen GTA 4 meer. Maar dan doe ik op de dinsdag doe ik dan. Holy shit! Mijn auto is in de fik. Eruit. Holy shit! Weg! Spring! Weg! Holy shit! Wow! Goeiedag zeg! Hoho! Daar schrok ik even van. Ja, dit ga ik allemaal niet lezen. Daar heb ik geen zin in. Ben ik te lui voor. Maar, ja. Dus mijn plan is om een maandag GTA 4 gewoon helemaal te schrappen. Die komt dan ook niet terug op de maandag. En op woensdag en vrijdag gaan ze dan gewoon door. Dus woensdag en vrijdag nog steeds GTA 4. En dan op de dinsdag zou ik dan gewoon eens, ja, gewoon eens iets anders doen. Gewoon iets anders. Gewoon, ja, weet je wel, gewoon altijd anders. Gewoon, ja, misschien een keer een Black Ops video, misschien een keer een Minecraft video, een custom map, weet ik het. Dat zie ik dan allemaal wel. Of misschien wel iets anders. Dus misschien, ik heb ook nog Super Meat Boy. Hoe zouden jullie dat vinden? Maar daar komt nog een update video van dan. Ik denk dat ik het zo ga doen. Dat lijkt me wel leuk, ja. Dan komt er ook wel een keer iets wat anders in beeld. Want ik merk toch wel dat ik op dit moment alleen GTA 4 en Minecraft doe, de Dual Survival. En voor de rest eigenlijk helemaal niks. En het is geen kanaal van only GTA 4 en Minecraft. Nee, het is een game kanaal. Er moet al van veel wat ik natuurlijk zelf leuk vind erop komen. Maar ja, dus ik moet het een beetje gaan verrijken. Dus ik, ja, oké. Okay. Maar daar horen jullie nog wel van. En ja, ik ga gewoon deze aflevering nu afsluiten. En ja, dan vraag ik jullie natuurlijk om even te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. En geef even een like en even een comment achterlaten. Is natuurlijk ook hartstikke fijn. En ja, dan ga ik jullie vragen. Nee, ik ga jullie helemaal niet vragen. Ik ga gewoon zeggen van, ik zie jullie graag de volgende keer weer terug bij een nieuwe video. En dan zeg ik voor nu, doei!